De landelijke staking van de leden van de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO is opgeheven. De bushouders waren ontevreden dat zij bijkans 8 maanden geen compensatie hadden ontvangen. Ze hebben vanmorgen genoegen genomen met de subsidie van 3 maanden die door de regering is gestort. De PLO-leden zijn echter niet tevreden en rijden onder protest. Zij eisten namelijk een uitbetaling van 6 maanden. Dit zegt John Biffet, hij is ondervoorzitter van de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO. Heel wat bushouders waren verhit en gaven dat ook te kennen. Biffet begrijpt de boosheid van de bushouders. Hij geeft aan dat het bestuur aan de directeur van transport heeft beloofd dat de heren het hoofd koel zullen houden. Maar dat wil niet zeggen dat het zo door gaat gaan. Want een keertje houdt het op. En gisteren zijn de heren naar hier geweest en ze hebben opgeheist PLO van Fumoni. Ik zeg, er is nog niet gestopt. Ik heb persoonlijk gebeld naar de directeur en ze heeft mij gezegd, meneer Biffet, sorry, hou even aan, ik bel je later op. Dat ding ligt niet bij ons, het ligt bij financiën. Toch? Oké. Okay. Maar ik heb tot gisteravond geen telefoontje gehad van de directeur voor ons afspraak. En kom op, de heren hebben gezegd, maar Tamara wil lekker roken lam. Hoe neem roken? Toch? Met een oplossing komen. En je ziet het resultaat. Er is gestort voor 3 maanden. En de heren willen 6 maanden hebben. Dat is een bestand van ongeveer 1200 bushouders. Dus je gaat niet iedereen 1 dag kunnen uitbetalen. We proberen zoveel mogelijk 2 trajecten per dag te betalen. Met uitzondering van vrijdag. Met uitzending van vrijdag. Want de meesten waren er ook niet mee eens. Dus ja, maar vrijdag is een nationale vrijdag, dus daar kunnen we niks doen. Dus je gaat die zaterdag dan opofferen? Ik denk niet. Ik denk dat we morgen beginnen en maandag weer. We kijken nog, we zien nog, we gaan het straks bespreken. Als we zaterdag alsnog kunnen uitbetalen. John Biffet, ondervoorzitter van de particuliere lijnbushoudersorganisatie PLO. We spraken hem vanmorgen naar aanleiding van de staking van de bushouders, aangesloten bij de PLO. De regering heeft de subsidie over een periode van 3 maanden gestort. De bushouders hebben voorlopig daarmee genoegen genomen.